Het gemeentebestuur gaat de tarieven voor parkeren op straat flink verhogen. Zo wil de gemeente het gebruik van parkeergarages stimuleren. Bezoekers van de binnenstad, binnenstad Oost en de Hortusbuurt gaan per 1 oktober 4 euro per uur betalen en dat was 2,70. In de overige wijken met betaald parkeren wordt het tarief met 40 cent verhoogd. Per 1 januari gaat ook het tarief in de Badstratenbuurt en de straten rond de Westerhaven naar 4 euro. Een verhoging van 1,10 euro. We willen graag dat er meer ruimte op straat komt voor een betere leefkwaliteit en dat bewoners hun auto voor de deur kunnen parkeren. Zodat de bezoekers de parkeergarages opzoeken of naar de PNR-trein gaan. Aan parkeergeld krijgt de gemeente 4 miljoen euro binnen. En dat wordt nu 9 ton meer. Een verhoging van ruim 20 procent. Geld verdienen is niet ons doel. We verdienen er wel geld mee. Dus het zou gek zijn om dat niet in de begroting op te nemen. Het grote doel is leefkwaliteit en ruimte op straat, zoals we ook in het coalitieakkoord eh, hebben verwoord. Maar het levert ons ongeveer eh, 9 ton extra op, ruim 9 ton. Bent u niet bang dat, uh, uh, laten we zeggen, tegenstanders van uh, dit college gaan zeggen: ja, uh, dit is automobilisten pesten? Het is automobilisten. Het gedrag van automobilisten is het. Uh, uh, Sturen, zeg maar. De tarieven in de parkeergarages veranderen niet, de PNR-tarieven dus ook niet. De tarieven op straatparkeren, die veranderen. En ook zodat de bewoners die een parkeervergunning betaald hebben, ook een auto makkelijker kunnen parkeren. Er zijn wijken in de, in de stad waar betaald parkeer is, waar, bezoekers, waar bewoners zeggen ik heb een vergunning betaald, maar ik kan mijn auto heel moeizaam kwijt. Ook dat zal veranderen hiermee. Wijkbewoners gaan ook meer betalen. Daar ontkomen we niet aan dat ook de parkeervergunningen uh, 5 euro of in de binnenstad maar 15 euro op jaarbasis uh, verhoogt. Daar ontkomen we niet aan, dat vinden we redelijk om te doen. Dat vragen we ook van de, de mensen die daar wonen. Um, maar daar krijgen ze voor, voor uh, terug ook dat het uh, straatparkeren duurder wordt en er dus meer ruimte op straat komt voor die eigen auto waarvoor ze die vergunning betaald hebben.